camera live. Ja, goedemiddag, hier Petra Juliano met de Next Level Live Show. En vandaag heb ik een hele leuke onderneemster uit Rotterdam, Catharina Hamer. Super dat je deze middag erbij bent. En het gaat over, dit is een live show, gaat over ondernemerschap. En wat werkt nou voor andere ondernemers in wat ze doen en wat betrekking tot hun onderneming. Dus Catharina is inner health counselor. Zij is eigenlijk al dat al behoorlijke tijd. Daar gaat ze straks ook veel meer over vertellen. Catharina, super leuk dat jij hier ook bent deze middag. Dankjewel voor jouw tijd. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. En ja, ik zou graag willen weten wat... een van de eerste dingen die ik altijd heel erg interessant vind om te weten is... voordat we straks ingaan op wat je dan precies doet. Zo eerst vraag ik altijd een stel is... hoe ben jij tot ondernemerschap gekomen? Wat was jouw idee erbij om ondernemer te gaan worden? Voor mij was, ik heb jaren in een ziekenhuis gewerkt en als diëtist en met heel veel plezier, maar je zit natuurlijk altijd vast aan protocollen. En ik vond dat ik veel meer met mensen voor mensen zou kunnen doen als ik een eigen praktijk had. En ik denk dat het ook wel in me zit om alleen te kunnen werken, dat ik ben er eigenwijs genoeg voor. Aan de andere kant heb ik heel veel wijsheid bij elkaar vergaard. Om dat überhaupt neer te kunnen zetten. Dus al die ervaring in het ziekenhuis, die heb ik meegenomen. Ik heb aanvullende opmerkingen gedaan. Aanvullende opleidingen gedaan om uiteindelijk voor mezelf te kunnen werken. En dat is werken zoals je zelf wilt. En dan nog zien dat het effect heeft voor mensen. Dat je ze er werkelijk bij helpt. Ja, dat is gewoon mijn doel geweest. Om, zoals ik het heb opgezet destijds. Oké, maar je werkt al in een ziekenhuis. En waarom heb je dan het idee gehad dat ondernemerschap... hoe zag je dan ondernemerschap dat je dan die mensen beter kon helpen? Kon dat niet zo goed in het ziekenhuis dan? Nee, dan heb je protocollen. Je hebt gewoon, zeg maar als diëtist, dan heb je voor het eerste consult 20 tot 30 minuten. De vervolgconsulten zijn 10 tot 15 minuten. Dat is ook vastgesteld een aantal. Of je moet mensen dus, terwijl ze opgenomen zijn, van advies dienen. En dan ben je op een zaal bezig. Maar je kunt je niet bezighouden met wat er vaak achter zit. Zeker bij eetstoornissen. Met de achterliggende problematiek. Want dat ging dus weer naar een andere discipline. En dan heb ik het gevoel, ik doe een stukje. Ik zou meer kunnen doen. Ik wil graag het totaalpakket bieden aan iemand, maar dat kon daar niet in die setting. Mm-hmm. Ja, eigenlijk zeg je wel iets interessants. Je hebt over achterliggende problematieken. En ik denk dat dat met name ook een van de dingen is geweest waar je veel mee gaat doen. Hè? Want je helpt mensen als inner health counselor heel veel rond blokkades. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat er precies wel voor blokkades dat zijn waar je mensen mee helpt? Nou, eigenlijk is het op een gegeven moment, als ze nou een punt nemen, iemand met een overgewicht, heel duidelijk. Dan zie je dat iemand allerlei dingen heeft gedaan, allerlei diëten heeft gevolgd en het helpt even en dan gaat het weer mis. Dan zijn er een aantal dingen die je gaat aanpakken. Ten eerste, de stofwisseling moet gerepareerd worden en dat kun je dus niet met crashdiëten. Op een gegeven moment bereidt iemand met een... de gezonde voeding, hè, die je aanpast, zodat iemand ook gaat afvallen, de stofwisseling repareert, bereikt wat we noemen een gewichtsplateau. Dat is ook vrij bekend dat iemand stil blijft staan. Maar soms zie je dat iemand vanaf dat moment weer gaat aankomen. Dan is er wat op dat gewichtsplateau, als je dan verder gaat kijken, dan ga je kijken wat is er in die jaren met je gebeurd. Als je terugkijkt naar het verleden, iemand kwam op een gegeven moment aan tot 65 kilo, voor 75 kilo. En op een gegeven moment bleef de tijd goed gaan. Er gebeurt wat, het kan het overlijden van een partner zijn, van een familielid. En dan schieten we helemaal door. En dan zit er een emotionele blokkade die uitwerkt op de stofwisseling, waardoor iemand dus stagneert. Weet je dat op te lossen door iemand heldere inzichten daarover te geven? Dan zie je dat iemand weer verder kan, het een plek geeft. Mm-hmm. En ik noem het inner health counselor, counseling noem ik dus. Je pakt alles. Je pakt het fysieke gedeelte, je pakt het emotionele gedeelte en eigenlijk ook
het psychische gedeelte, dat iemand weet waarmee hij bezig is, maar ook uiteindelijk het spirituele gedeelte, dat je het een plek kan geven. Oké, dit is mijn manier om te laten zien dat er met mij een signaalfunctie, overgewicht kan een signaalfunctie voor iemand zijn, dat er iets niet oké is in het leven. Dit was voorbeeld. Ja, je hebt ook over het spirituele deel wat je noemt, het emotionele deel en het spirituele deel. Hoe moet ik dat precies, hoe kan ik dat precies, zou je daar meer over kunnen vertellen wat je bedoelt misschien met dat spirituele deel, wat daar dan mee is met qua blokkade voor die persoon? Mensen kunnen zich afvragen, waarom overkomt mij dit? Waarom? En dat kan bijvoorbeeld zijn over een jeugd. Iemand heeft een hele slechte jeugd gehad en waarom overkomt mij dit? Ik verdien dit toch niet? Nou, dat is een vraag. Nee, niemand verdient dat. Maar het overkomt je. En als je dat op een groter plan kunt gaan zetten, dan kun je zeggen, het gaat er niet zozeer om dat ik dit meegemaakt heb, maar wel hoe ga ik er nu mee om? En dat is eigenlijk dat je je plek vindt in dit leven. Dat is eigenlijk een heel aards. Ik hou van aardse spiritualiteit. Dat je zegt, je bent in het leven, dat heb je meegemaakt. En nu gaat het om, hoe ga je daarmee om? Ja, en wat voor soort blokkades kom jij eigenlijk het meeste tegen in waar de mensen bij jou komen in jouw praktijk? Nou, als ik nou even de ondernemers erbij pak. Oh, ja, daar wil ik toch nog over gaan doorvragen. Ja. Komt goed uit. Dat is bijvoorbeeld succesvol mogen zijn. Ja, ook al heb je dus collega's die niet succesvol zijn in dezelfde branche, maar jij mag succesvol zijn. Dat je kunt zeggen, ja, maar je verzet het werk. Hè, je weet gewoon waar je mee bezig bent. En geniet van je succes. Het is altijd eigen verantwoording. Je hebt ervoor geknopt. Ander heeft een andere verantwoording. En laat je niet afremmen door anderen. Wat bijvoorbeeld ook een punt is, hè, geld mogen vragen voor je werk. En dan zeg ik tegen iemand, vind je dat je goed bent in je werk? Ja, dat kan ik niet over mezelf zeggen. Ik zeg, nou, als jij dit niet over jezelf mag zeggen, dan kun je inderdaad er ook geen prijskaartje aan hangen. Dus op het moment dat mensen dat doen, ja, dat is inderdaad zo. Want ik zeg, laten we bedoeld zijn. Want je vindt dat je niet goed doet, maar je stuurt wel een rekening. Nou, ze betalen niet. Hoe ga je daar dan mee om? Nou, en op het moment dat je daar heel bewust van bent, dat je zegt, van, juist als je voor jezelf werkt, moet je weten wat je wel en niet kunt. Je kunt goed zijn in één ding, één facet van je leven, maar dat wil niet zeggen dat je de rest ook allemaal zo goed kunt. Hmm. En maar je zoekt uit wat voor jou functioneert. Waar jij voor werkt. En dat je dan ook inderdaad voor je werk, dat je zegt, nou, een mooie prijs-kwaliteitverhouding. En daar ben je ook dan op geen stabiel in. En dat straal je ook uit. Hmm. En ik hoor ook wel veel dat blokkades ook te maken hebben met iets, zoiets als we noemen innerlijk kind. Hè. Dat is ook waar jij je heel veel mee bezighoudt. Ik heb zelf ook wat sessies gedaan om in contact te komen met mijn innerlijk kind. En daar ook weer een aantal trauma's die ik heb ervaren toen op hele jonge leeftijd. Maar kan je daar wat meer over vertellen? Wat is nou precies innerlijk kind? Want heel vaak horen we wel die term, maar wat is dat nou eigenlijk precies? Nou, mijn uitleg is, hè, want het wordt ook wel het zelf genoemd. Laat ik gaan dat je dus wie ben je werkelijk, dat kind, hè, zoals je geboren bent. Wat komt er overheen? Je opvoeding, de school, het werkende leven, je relatie, alles. Dan ga je terug naar dat kindje wat je vroeger was. Dat wordt soms dat is zo belangrijk, want dat vertegenwoordigt het gevoel hoe je werkelijk naar de dingen kijkt. En dat is gesneeuwd doordat bijvoorbeeld je ouders of de school, ja, dat moet je niet zo voelen of dat moet je niet zo denken. Nou, wat gebeurt er als je dat innerlijke kind van jou dus op een gegeven moment halverwege in de steek hebt gelaten door omstandigheden? Je bent eigenlijk een leven gaan leven zoals men vond dat jij moest gaan leven. Dus innerlijk kind, Catharina, is dat ook zoiets als je authentieke zelf dus? Absoluut, absoluut. Eigenlijk je authentieke zelf direct van source, direct van de bron? Ja,
Zo, dat is mijn interpretatie. En zo werk ik ook met mensen. Van wie was je vroeger? Wat had je graag gewild? Hè? Kun je dat terughalen? Hè, dat kan door middel van foto's. Dat kan door middel van oefeningen uit de tekentherapie. Dat je, en dan is het gewoon inderdaad. Dan kom je terug wie je ook werkelijk was. En dat kun je op een gegeven moment ook weer hervinden. En dan wel in de volwassen vorm. Ja, ja, ja. En dan is het waar. Zou je überhaupt naar op zoek gaan? Oké. Okay. Ja. Even kijken hoor. Want ik zie misschien ook wat. Kijken of mensen ook nog wat. Vragen hebben. Als mensen zich wat vragen willen stellen aan Catharina zelf, dan kan dat natuurlijk nu. Ik heb ook nog een vraag ten aanzien van, als je kijkt naar het verhaal van innerlijk kind, hè, en ondernemers. Zie je daar ook wel eens blokkades die daarmee hebben te maken, waardoor ze niet echt helemaal kunnen neerzetten wat ze willen neerzetten? Komen ondernemers met ander soort vragen dan particulieren bij jou? Of maakt het niet, soms niet heel veel uit? Bij ondernemers, met zelfstandig ondernemers, heb je natuurlijk nog meer dat je eigen verantwoording en eigen keuzes kunnen maken essentieel is. En kijk, als je dus zeg maar in een baan zit, dan heb je een taakomschrijving en daar heb je aan te houden. Maar zeer zeker bij zelfstandige ondernemers, die moeten keuzes maken ook van, als ik dit werk ga doen, als ik die opdracht aanneem, kan ik dat ook aan? En dat is ook zichtbaar zijn. En in feite, wat je dus doet, als het normaal verloopt in je leven, is dat je op een gegeven moment je hebt met ouders te maken, hè, of adoptieouders, kan er alle vormen al hebben. Maar op een gegeven moment moet je ontzettend zorgen dat je je eigen ouders wordt. En dat je zegt, aan de andere kant is het emotionele gedeelte. En dat de blokkades zijn vaak dat iemand op een gegeven moment zegt, ja, nu ben ik zelfs al een ondernemer geworden. Maar een van de kleine voorbeelden, hoe deel je je tijd in? Ben je dag en nacht bereikbaar? Werk je van maandag tot en met vrijdag of pak je het weekend er ook bij? En dan is dat is ook zichtbaar worden dat je grenzen moet gaan stellen waar je ook verantwoording voor neemt. Ja, want dan zeg je al iets heel. Maar je zegt er eigenlijk heel iets moois over, vind ik. Maar je zegt, je moet je eigen ouders leren worden. Dat heeft dus sterk met die verantwoordelijkheid nemen te maken. Klopt dat voor jou? Is dat ook zo? Maar dat is best is wel een heftig ding voor mensen. Hè? Want dat is mijn ervaring ook als business coach. En ook in mijn eigen leven, ook natuurlijk aanzien van mijzelf, niet alleen ten aanzien van mijn klanten, maar dat het best een pittig ding is voor mensen om naar te durven kijken, hè, je eigen verantwoordelijkheid. Dat is het voor heel veel mensen, of het nou een zelfstandig ondernemer is of wie dan ook. Ja. En dat komt eigenlijk bij sommige mensen pas op het moment dat ze helemaal vastgelopen zijn in hun eigen leven. En dan durven ze er wel meer naar te kijken. Eigenlijk, ik zeg dat het is sick and tired of being sick and tired. Ja, als we helemaal in de put zitten, dan durf je te kijken. Dan is het ook, er is geen andere weg. Oh, wauw. Echt, op het punt van als ik zo doorga, dan red ik het niet meer. Het kan een burn-out zijn, er kan van alles zijn. Maar dat je in feite zegt, ik heb eigenlijk een soort dubbelleven geleid. Nooit echt een verantwoording genomen, heel veel dingen uit handen gegeven. Het was de schuld van mijn partner, het was de schuld van mijn kinderen, het was de schuld van de kat, bij wijze van spreken. Als het maar, en op het moment dat iemand zijn eigen verantwoording durft te nemen en naar zichzelf durft te kijken, eerlijk gezegd, dat laatste valt eigenlijk altijd mee en nooit tegen. En dan heb je ook je innerlijke vrijheid te pakken. Dan ga je leven zoals je het zelf wilt. Mm-hmm. En binnen maatschappij en dergelijke, maar dat is eigenlijk het voordeel, als je wel die verantwoording neemt. De titel van deze sessie is Herstel Jezelf. Heeft dat jezelf herstellen, heeft dat dan ook te maken met het herstellen van je verantwoordelijkheid? Of is het wat anders? Het is inderdaad herstellen van het feit dat jij een leven hebt gekregen waar je verantwoordelijk voor bent. Mm. Ik zeg altijd aan het eind van de rit, wat heb je met je leven gedaan?
Heb je alleen maar ingeleverd in een huwelijk? Heb je altijd in de baan gezeten waar je niet in had willen zetten, zitten? Heb je capaciteiten gehad die je nooit ontwikkeld hebt, omdat wat men ervan vond? Ja, maar echt is het dus zo, als je eigen verantwoordelijkheid vindt, neemt, dat je jezelf herstelt, je eigen verantwoordelijkheid dus neemt, dan word je dus gelukkig. Dat heeft met geluk dus te maken. Het geluk heeft dus heel erg, juist dus heel erg sterk te maken, als ik je zo goed begrijp, met juist dat op te pakken. Juist je eigen verantwoordelijkheid op te pakken en jezelf als de creator van je eigen leven te gaan zien. Dat is de enige manier om echt gelukkig te worden. Want als je geluk laat afhangen van een partner, die partner kan op een gegeven moment op een of andere manier wegvallen. Mm. En dan ga je ook anders met die partner om, want jij denkt, daar ben ik afhankelijk van. En op het moment dat je zegt, nee, wat er ook gebeurt, het mooiste wat je in je leven kan gebeuren, is dat je zegt, ik heb verantwoording genomen voor mijn eigen leven, en ik weet wat er ook gebeurt, ik kan het aan. Oh, en dan kun je ook in vertrouwen. Want als je in heel veel mensen die bij me komen, die hebben eigenlijk toch nog dat ze leven vanuit een basisangst. Als dit gebeurt, als dat gebeurt. Ja. En op het moment als je dat om kunt zetten in basisvertrouwen, en dan bedoel ik niet hè, van ik ga er maar op losleven, het komt altijd wel goed. Maar dat je weet wie je bent, dat je weet wat je kunt, wat je sterke punten zijn, wat je kwetsbare punten zijn. En ja, daar echt iets van maken. En hoe komt een mens bij zijn of haar vertrouwen? Dat is vaak een keerpunt in de mensenleven. Dat ze zeggen van, zoals ik heb geleefd, dat kan prachtigen. Dat iemand dus echt daar helemaal aan kapot is gegaan. Altijd maar zorgen maken, altijd maar piekeren. En dan heb je natuurlijk, je lichaam zegt op een gegeven moment, stop, ik kan die stressdood gewoon niet meer aan. En dat is eigenlijk... Ja. Maar hoe komen ze dan bij dat vertrouwen? Als ze zo diep in de put zitten, eigenlijk weer naar boven reizen, zal ik maar zeggen, om bij dat vertrouwen te komen. Hoe kunnen ze dat vertrouwen weer krijgen om bij dat vertrouwen te komen? Is misschien de vraag, een beetje een gekke vraag. Maar... Dat is geen gekke vraag. Dat is een dieptepunt om de woorden van David Bowie te pakken. Hitting rock bottom is a beautiful start. Oh ja, ja, ja. Al die drank en drugs heeft hij afgezworen. En dat is eigenlijk, en wat ga je dan doen? Dan is het dus een proces, die knop gaat om. En dan ga je aan de slag. Oké, die situatie uit de hand gelopen is. Wat was je eerste gevoel? Wat is het effect? Wat zijn de dingen geweest waar je wel naar jezelf luisterde en wat wel goed is gegaan? Maar het is inderdaad een proces en dat keerpunt, ik noem het altijd divine intervention. Oh. Dat gebeurt. En dat kan een ongeluk zijn, dat kan een ziekte zijn, dat kan van alles zijn. En dat iemand dus inderdaad in plaats van dat van die basisangst afstand en overstapt op basisvertrouwen. Mm-hmm. En jij doet het ook best wel intuïtief, hè? Want ik ook van jou, ik ken jou natuurlijk ook persoonlijk wel, maar je vertelt ook, wat ik ook heb gelezen, ook dat je een healing mind hebt. Dus je kan het niet alleen maar, je doet het ook intuïtief, niet alleen maar rationeel eigenlijk, hè? Dat is best wel bijzonder. Nou, dat heb ik meegekregen voor dit leven. Ja. Daar ben ik blij mee. Ja. En het gaat erom dat voor mij werkt het van een hele heldere gedachte, die als haar ingegeven worden om iemand beter te kunnen bereiken. Okay. Maar het belangrijkste is voor mij ook dat ik het zelf kan begrijpen en ook de manier waarop ik dat over kan brengen aan iemand anders. Ja, want het gaat bij alles om in mijn werk, kan ik iemand bereiken of niet? Als ik iemand niet kan bereiken, heeft het eigenlijk helemaal geen zin. En ik kan niet iedereen bereiken. Maar je krijgt inderdaad, ik heb soms voorkennis. Ja, dat kan. Ja. En dat is in tijd in het voordeel van de cliënt, zeg ik dan maar. Ja. Maar ik weet natuurlijk, een healing mind is ook iets. Ik krijg het doorgegeven. Het is niet zo dat ik dat eventjes kan oproepen van geef me wat info, bij wijze van spreken.
Zo nee. Weet ik het. Maar het is meer ruimte woorden weten te gebruiken om iemand te kunnen gebruiken. Zo zie ik het. Bereiken, zo zie ik dat. Ja. Ja. Wat ik nog. Een van de laatste dingen die ik zou willen vragen. Het gaat eigenlijk ook over. Zal ik mijn bril zetten, dan kan ik het ook weer lezen. Maar. Het heeft ook weer te maken met het nemen van verantwoordelijkheid, ook al weer deels. Maar wat ik ook interessant vond om te lezen, waar je over schrijft, is. Ja, dat mensen soms in zichzelf in bescherming willen nemen. Dus in feite, je wil niet gekwetst worden. En daardoor is dus ook dus geen verantwoording nemen voor hun eigen pijn en verdriet. Dat vind ik best wel spannend, want ik weet uit, ja, gewoon uit nabije familiesituatie, dat ken ik iemand die durft niet meer in bepaalde banen terecht te komen. Omdat ze dan bang is er weer gekwetst te worden, of dat ze haar weer niet begrijpen, of weer... dus steeds... Dus ze probeert dus die situatie natuurlijk te gaan vermijden. Maar in feite is dat dus ook geen verantwoordelijkheid nemen. Klopt dat ook wel? Of zeg ik het, ik weet niet of ik nu helemaal meteen zo kan analyseren hoor. Maar zo kwam het wel op me over wat je daarover schreef. En dat het, maar dat tegelijkertijd begrijp ik ook wel dat mensen het ook wel eng vinden. Van hé, ik ga de situatie niet meer aan. Of ik ga niet meer een nieuwe relatie aan. Of ik ga niet meer wat dan ook. Ik ga niet meer... Ik durf dat bedrijf niet verder op te zetten. Of ik ga mezelf niet zichtbaar maken. Het kan ook voor ondernemers natuurlijk iets zijn. Wat je dan bang bent dat je natuurlijk gekwetst gaat worden. Nou, ik kan het niet beter verwoorden. Oh. Maar wat doe je jezelf aan daarmee? Wauw. Want je zet jezelf dus eigenlijk op een plek waar je niet zou willen zijn. En dat is zo jammer. Kijk, dat je een tijd nodig hebt om als het ware... je wonden te helen voor zover dat kan. Maar om je helemaal terug te trekken. Maar ik vind het jammer, maar het gebeurt vaak genoeg. En dat kan ik ook tijdens, ook als ik met cliënten werk, zijn dat zich terugtrekt. Dat het gewoon te veel is, te confronterend is. En dan komt iemand na 1, 2 jaar terug, vind ik ook prima. Probeer altijd, dan hebben ze een stukje gedaan. En sommige mensen, ja, die beginnen er gewoon niet meer aan. En net wat je zegt. Geen relatie meer. Niet meer voor mezelf beginnen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus in feite heb je dus verantwoording te nemen voor alle emoties. Het hele spectrum van de emoties die er zijn. Hè? En dat is niet aan iedereen gegeven. Nee, dat is best wel heftig. Ja. Dat is ook inschatten van wat kan iemand aan. Ja. Het is prima als iemand zegt, dat wil ik niet meer. En dat komt natuurlijk ook regelmatig voor, dat hij zegt, ik heb genoeg gehad. Of die zegt, ik wil gewoon niet meer werken, ik ga vervroegd met pensioen, weet ik veel. Dat is gewoon oké voor die persoon, voor op dat moment. Ja, voor in dit leven waarschijnlijk ook. Ja. En daar doe je ook niks aan. En dan vind ik ook wel, dat respecteer ik ook voor mensen natuurlijk. Niet iedereen kan dus alles wat er in het leven is gebeurd aan. En bepaalde angsten weer overwinnen, die zijn soms zo kolossaal. En dan mag je alleen maar hopen dat iemand toch nog een redelijk gelukkig leven heeft. Maar dat is inderdaad wat jij zei, ik verwoord het prima. Ja. Oké, dankjewel. Ik vond het super, super gaaf om hier wat meer over te weten. Ik kom natuurlijk uit een heel ander vak dan jij. Maar ik vind het ook interessant. We hebben het natuurlijk ook over de ondernemers gehad. En ondernemers ook vaak met blokkades, wat ik wel eens merk. En dat zit dan vaak veel dieper dan waar ik in kan graven. Waar kunnen mensen jou vinden als ze meer over jou willen weten? Of een consult bij jou zouden willen? Nou, sowieso, mijn vernieuwde website is vandaag online gegaan. En dat is www.katharinehamer.com. Mm-hmm. En ik ben aanwezig op Facebook, Instagram, LinkedIn. Welkom om je aan te sluiten. Okay. Regelmatig ook een nieuwsbrief, maar die informatie die staat er ook allemaal. Oké. Ik heb nog, wat vragen binnen gekregen. Ja. Lucy vraagt, heb je een specifieke methode hoe jij mensen helpt? Daar zijn we niet helemaal diep op ingegaan. Maar heb je een bepaalde methodiek of een bepaalde aanpak? Ja, die heb ik wel degelijk. En die staat dus ook op mijn website beschreven. Er staan verschillende modules. De module waar ik het meest mee werk is Herstel Jezelf, wat ook de titel is vandaag. Hè? En dat
Het gaat dan eigenlijk vanaf kind tot waar je nu bent. Dus eigenlijk van de jeugd, alles wordt eigenlijk in kaart gebracht. Dat doe ik dus ook middels de opdracht vanuit de tekentherapie. Dat is heel effectief. Dat werkt heel goed voor mensen. Omdat je dus ook heel erg dat onbewuste wat met je meegereisd is, dat wordt zichtbaar gemaakt. Zodat je er wat mee kunt. Je tekent met mensen. Ja, mensen mogen tekenen, bepaalde opdrachten. Ik kan er heel weinig vooraf over zeggen. Nee, dat is een bepaalde betekenis en dat werkt zo. Eerst de tekening en dan komt er een stuk tekst. Oké, mooi. Ja, dus dat is de uitleg ook inderdaad. En het is ook iets wat mensen op een gegeven moment, er zit een werkboek bij, wat ze later nog eens een keer kunnen doorwerken met zichzelf. Oké, mooi. Oké, dankjewel. En ik heb nog een vraag binnen van Anita. En Anita die vraagt, hoe zit het met de angst om niet genoeg te weten om een zaak op te zetten? Zou je daarbij kunnen helpen? Ja, dat is eigenlijk het in kaart brengen van waar iemand al staat op dat moment. Hè? Want dat is natuurlijk altijd zo, waar staat iemand op dat moment? En te inventariseren wat iemand al wel weet. En ik ben ook heel praktisch met dat soort dingen. Want als iemand bijvoorbeeld zegt, ik wil een zaak opzetten, dan zeg ik, heb je al een website? Heb je al een zakelijke rekening? Dat soort praktische dingen komen aan de orde. En dan kan ik ook vragen, waarom heb je dat nog niet geregeld? En zit je eigenlijk al te ver naar je doel? En dat is ook een van de webinars die ik zelf heb gevolgd. Die piramide, je basis moet goed zijn. En dan ga je met stapjes ga je omhoog. En op een gegeven moment ben je zover dat je ermee naar buiten kunt komen. Mm-hmm. Ja, want Anita geeft aan dat ze een beetje bang is, zeg maar, nooit, een beetje de angst heeft om nooit genoeg kennis te hebben om goed die zaak op te zetten. Aldoende leert men. Ik ben ook maar ergens begonnen als een absolute no-no qua zakelijke kennis. Ik was een ramp, denk ik. Maar goed, ik heb alles van de webinar geleerd. Ook met consulten, ook met eigenlijk de kennis die ik had. En om dat in kaart te brengen. Die modules heb ik ook niet opgezet, zeg maar, in het eerste jaar. Maar dat was na 10 jaar dat dat zich begon te vormen. Dus niet bang zijn, gewoon beginnen. En je weet het niet. Oké, dankjewel. Dankjewel voor jouw tijd nogmaals. Catharina, en echt super tof om te mogen interviewen. En wil ik weer tot spreken. Ik wil in ieder geval u afsluiten ook voor degene die live hebben meegekeken. Heel erg bedankt ook dat je hier aanwezig was. En mocht je nog vragen te binnen schieten, zet ze gewoon nog wel hier neer. Ik kijk hier regelmatig in en dan kunnen we die vraag altijd doorzetten naar Catharina of ik ga er nog antwoord op geven. Dus heel erg bedankt. Bedankt. Ik zie dat mensen erbij zijn. Dat zijn Lucy en Anita en Marijke en Jet en Francis zijn erbij. Dus hartelijk bedankt dat jullie erbij waren. En ik vond nog een hele mooie dag. En jij ook nogmaals bedankt, Catharina. Jij ook, Petra. En jullie allemaal. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Hoi.